Hoe is het feest tot stand gekomen? Nou, dat weten wij natuurlijk niet precies, want degene die dit georganiseerd heeft, die is er nu niet bij. Maar ik denk meer omdat Dickensdag toch wel aanspreekt bij de ouderen. Hè? Dat is herkenbaar voor ouderen. En omdat het tegen de kersttijd aanloopt, dat ze hadden bedacht van dan gaan we de Dickensdag organiseren. Wat is het doel van het Dickensfeest? Het samen zijn en dan ook gericht op de wijkbewoners. Dus dat niet alleen de mensen van het huis hier genieten van zo'n middag, maar dat we ook de mensen van buiten naar binnen halen. Dat het voor iedereen een feest is. Dus de wijkbewoners, de kinders, familie. Dus alles samen zijn. En dat kan heel mooi met een Dickensmiddag, toch? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kunt u de sfeer vandaag beschrijven? Nou, de sfeer is gewoon fantastisch. Het Dickenssfeertje, dat slaat altijd aan. En waarom bent u hier vandaag? Nou, ik ben uitgenodigd om hobby tentoon te stellen en misschien wat te verkopen. En wat maakt u zoal allemaal? Ja, dit maak ik allemaal zelf. Leuke kaarten, leuke tasjes, leuke uiltjes, leuke babyspulletjes. Ja, voor elk wat wils. Wat voor reacties hebben jullie allemaal al gehad? Nou, tot nu toe verloopt het best wel goed. De mensen zijn blij, gezellig en er worden allerlei activiteiten gedaan. Op dit moment is er net een rad van avontuur geweest en alle loodjes zijn verkocht. En we hebben hele mooie prijsjes kunnen weggeven. Organiseren jullie vaker dit soort evenementen? Vanuit Gouden Dagen organiseren wij geregeld dit soort evenementen. Ook in samenwerking met het uitbureau, want dit is dan door het uitbureau georganiseerd. Ja, regelmatig. We hebben binnenkort de lichtjesstoer. Dus dat is dan vanuit Gouden Dagen. Maar wat hebben we nog meer gehad? Indische dag. Indische dag in Sint Agnes. En vorig jaar de Sisi-dag. Dat was ook een fantastisch feest. Ja, en ja. Sint Maarten hadden jullie heel leuk gedaan. Ja. Welk feest stak je echt bovenuit? Boven alles uit, laat ik het zo zeggen? Nou, ik denk dat dit wel een beetje bovenuit begint te stijgen. Ja, het is gewoon echt heel leuk. De reacties al dat je verkleed bent in die stijl. De bewoners reageren daar echt ontzettend leuk op.